Hoi allemaal, ik ben Irene en ik neem jullie mee voor een kijkje achter de schermen bij kerstmusical Peter Pan. Vandaag ga ik een kijkje nemen bij de repetities. En volgens mij staat er al iemand op mij te wachten, dus laten we maar gauw naar binnen gaan. Hallo, ik ben Linda en ik speel Bente de Vries en Wende. Ja, de wendevogel is dood. Zo waar ik kwijt. Ik ben de sterkste van allemaal. De wendevogel in de lucht, die wil opklappen. Ik zei het toch? Waarom hebben jullie gekozen voor Peter Pan? Peter Pan vonden wij al heel lang een fantastisch verhaal. Een echt sprookje. En waarom wordt Peter Pan gespeeld door een vrouw? Heel vaak is het repertoire wat Peter Pan moet zingen, is best hele moeilijke muziek. Dus we hadden eigenlijk een Peter Pan nodig die vrij hoog repertoire kon zingen. Dus het moest eigenlijk toch wel een meisje worden. En wat maakt dit Peter Pan verhaal anders dan andere? We hebben het zoals elk jaar voor de lawaai op maat geschreven. Dus we schrijven het helemaal toe naar drachten en omgeving. Dus dat is anders. Plus dat we het combineren met het verhaal van de film Finding Neverland. En Finding Neverland gaat over het ontstaan van Peter Pan. De leraar die onze musical regisseert wordt verliefd op een weduwe. Die weduwe die heeft kinderen die meedoen aan de productie. En langzamerhand ontstaat er een relatie tussen de twee en krijgen we een prachtige happy end. Sst. Loopt misschien best goed af. Loopt misschien wel goed af. Het is per slotverrekening kerstmis. En wat denken jullie? Gaat Pieter vliegen? Dat vragen wij ons ook enorm af of Pieter gaat vliegen. Ik weet het niet. Er zijn zoveel verschillende mogelijkheden om te kunnen vliegen. Waarom heb je auditie gedaan voor Peter Pan? Ik had een paar jaar geleden al meegedaan met Annie. En dat vond ik super leuk. En toen heb ik echt heel veel geleerd. En het is gewoon super leuk om weer mee te doen. Dus ja, daarom eigenlijk. Ik heb de voorgaande jaren ook meegedaan. En ja, dat zijn toch wel van die ervaringen dat je denkt, oh, dat wil ik nog een keer meemaken. Ik ben elk jaar hiernaar komen kijken en ik was zelf altijd al bezig met toneel. En toen dacht ik van, ik ga me daarvoor opgeven. En wat vind je het meest uitdagende aan Peter Pan? Ik vind het tappen lastig. In Peter Pan speel ik dus Peter Pan en dat is een hele optimistische rol. En eigenlijk heb ik nooit echt zo'n rol mogen spelen. Dus dat vind ik wel heel leuk dat ik ook een keer wat anders mag doen. En ik moet heel veel zingen en dansen tegelijk. Dus dat is ook wel even een dingetje. Nou, ik speel dus samen met iemand anders, Ruben de tweeling. En we moeten dus alles helemaal tegelijk doen. En wat denk je? Gaat Pieter vliegen? Ik denk het wel. Maar ik weet het niet zeker. Ja, ik weet het niet. Ik hoop het wel. Het zou wel heel tof zijn. Ik weet het niet, moeten jullie zelf maar komen kijken. Nou, dit was hem alweer. Mijn kijkje achter de schermen bij kerstmusical Peter Pan. Ik vond het heel erg leuk om de repetities vandaag bij te wonen. En ik ben erg benieuwd hoe ze het uiteindelijk gaan doen op het podium. De volgende keer ben ik weer te zien en dan ben ik bij de kostuummaker voor de kerstmusical. Zie ik jullie dan weer?